Met Dirk en Rens, een podcast over cannabis en alles wat met deze wonderbaarlijke plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam is Rens Hoppenbrouwers. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Biotaps. Organische plantenvoeding voor thuiskwekers verkrijgbaar op www.biotaps.nl. En we maken deze aflevering nummer 48 alweer op locatie. Jawel, we zijn weer onderweg in het autootje gestapt en naar het zuiden gereden. In dit geval naar Maastricht, waar wij te gast zijn bij Coffeeshop Club 69. Jazeker, en we hebben een hele fijne gast vandaag, Greenmeister Joost. Welkom in Club 69 en welkom in de High Tea Podcast, Joost. Dank jullie wel, tof dat ik langs mag komen. Ja man, zeker. Ja, je naam zegt het al, Greenmeister Joost. We gaan het dadelijk uiteraard hebben over Greenmeister en wat jouw rol precies is bij, bij deze app en bij dit bedrijf. En jouw eigen avonturen natuurlijk. Maar we bespreken eerst, zoals in elke aflevering, het belangrijkste cannabisnieuws uit binnen- en buitenland. Zoals de Cannabis Industrie Awards, waarvoor het nominatieproces is begonnen. Het burgemeestersmanifest voor legalisering van cannabis. Het overlijden van mijn voorganger als voorzitter van Stichting VOC Henk Ponsin. Wietproefnieuws over Lely Holland en een CDA-burgemeester die meer coffeeshops wil in haar stad. Ja, dat zou je niet verwachten. Ongelooflijk. Domme. Maar ja, ook buiten Nederland gebeurt er van alles op het gebied van cannabis. Dus we bespreken het aangepaste legaliseringsplannen in Luxemburg, een nieuw wetsvoorstel in Malta en een succesvolle campagne voor een referendum over cannabis in Italië. En natuurlijk, zoals altijd, kun je luisteren naar onze vaste rubrieken. Wat zit er in je joint vandaag? Onze oude doos. Natuurlijk de reacties van luisteraars en tenslotte onze wijze woorden. Dit is High Tea met Dirk en Rens, aflevering 48, vanuit Club 69 in Maastricht. Maastricht. Ja, zeer bijzonder, zeer fijn en ook leuk dat we een keer hier aan mogen schuiven en mogen genieten van alle lekkere dingetjes hier in Club 69. Volgens mij de eerste keer dat we in een coffeeshop opnemen, toch? De podcast. We hebben wel eens eerder in de shop. Ja, we hebben de cookies lounge natuurlijk gehad. Godverdomme, Dirk. Dat kan het niet vergeten. Dat we daar zijn we vergeten. Maar daar zijn we ook nog het idee door het idee gekomen van, ja, dat moeten we vaker doen. Was goed bevallen. Is toch leuk om een keer op locatie een beetje de gekke gezichten van alle mensen die denken, what the fuck, komen die daar doen? Maar we gaan gewoon een gezellig podcast doen. En natuurlijk, zoals altijd, beginnen we met onze eerste rubriek. Wat zit er in jouw joint vandaag? En natuurlijk beginnen we graag bij onze gast. Joost, wat zit er in jouw joint vandaag? Ik ben het alweer kwijt. Het was sour iets. Sour rainbow. Sour rainbow 29. Oh ja, daar, dat was hem. Ik heb hem op afgelopen week bij een 710 meeting. Hadden we een raffle. Mm. En toen was ik de gelukkige winnaar van de Sour Rainbow dus. Wat cool. Wat vind je ervan? Ja, lekker. Het is een stukje sterker dan wat ik normaal gesproken aan rustige wietjes rook. Maar de smaak is gewoon fantastisch. Zeer goed, hè? Ja. Maar ja, dat merk je bij al die high-end wietjes. De smaak is gewoon zoet bijna. Mm. Een snoep. Ja. Snoepgoed. Ja. Ja, ik word er ook altijd zeer vrolijk van. En toevallig kennen wij de breeder van deze soort. Dus ik vond het ook leuk dat ik hem tegenkwam. Ojinaj, toch? Ojinaj. Hoe ik het uitspreek, weet ik niet. Ook iemand die we dus heel graag nog een keer voor de podcast gaan interviewen. Bijzondere Belg, met een bijzonder verhaal, met een hele bijzondere plant ook. Dus ook leuk dat ik het hier voorbij zie komen. Dirk, wat ben jij aan het roken?
Het is die tijd van het jaar. Het is kroptober. En zoals de vaste luisteraars weten, heb ik mijn planten voorgebloeid. Dus ik liep wat voor op de buitenkwekers die dat niet hebben gedaan dit jaar. Zodat ik mijn eigen wietje aan het roken ben. Nou, één van mijn eigen wietjes, kan ik wel zeggen. Oeh. Dat is... ik was verrast en verbaasd om hier Karma zelf in de zaak aanwezig te zien. De Leila Sauer van Karma Genetics. Die had ik vorig jaar ook al gekweekt. En dat vond ik toen, zonder overdrijving, eigenlijk het beste wat ik ooit buiten heb weten te produceren in mijn eigen achtertuintje. En die van dit jaar, hij lijkt toch weer iets anders. Ik weet niet of dat net een ander fenotype is of zo. Ja. Oh, wow. Maar ja, very turpy. En ik rook hem ook puur. En daar is hij al droog genoeg voor. Dus ja. Die is lekker. Hij ruikt echt heerlijk. Ja, het is een knallertje. Lekker echt toch? Een knallertje. Ja, zeker weten. Ja, het is echt zeer bijzonder dat... Karma Genetics ook in de house is. Hij schuift helaas niet aan, maar hij vindt het ook wel leuk om eens te kijken. Dus, en hij kwam net naar me toe, hij vroeg Rens... Ja, want wat zit er in die perfect gedraaide pure joint rolled by Rens vandaag? Rolled by Rens, hè? Rolled by Rens. Nee, hij zegt, heb je al iets lekkers voor je te roken? Ik zeg, nou, nog niet. Ik hoop natuurlijk op zulke momentjes, natuurlijk. Maar hij kwam aan met een mooie top van de Happy Brother. Okay. Dat is een echt een oldschool classic strain. En waarschijnlijk ga ik het toch fout zeggen. Maar het is in ieder geval een oude... Of het is een Hindukoes variant. Ja. Een fino van de Hindukoes. Hij is echt zeer bijzonder. Want hij ruikt echt als een skunk. Hij stinkt echt heel enorm. Hij is echt... toch indica dominant, denk ja, ik. Ja. Maar je verwacht het. Ja, het is een hele eigenaardige geur. Die ik ook moet eerlijk bekennen, niet direct kon plaatsen weer. Maar als je hem rookt, is het echt enorm zacht en zoet. En heb ik, het is echt een lekker soort wietje. Dus ik ben zeer, zeer vereerd. Ik hoop dat ik niet te stoned hoor. Ik moet nog straks nog een keer een livestream aangaan met Joost. Dan maakt het niet meer uit hoor. Ze zijn wel wat gewend. I'll back you up, Rens. Geen probleem. Maar ik zie in ieder geval, we hebben allemaal een lekkere joint in de asbak. Ik hoop dat de luisteraars ook iets lekkers aan het roken zijn tijdens deze podcast. En ik zou zeggen, we gaan het nieuws behandelen. Puik idee. Jazeker. Oh, mijn microfoon gaat ook een beetje naar beneden, maar dat fixen we wel. Onze nieuwsrubriek zit propvol deze aflevering, want er is een hoop gebeurd de afgelopen weken. Op 1 oktober ging de nieuwe website van de Cannabis Industry Awards online en kan iedereen... personen, producten en bedrijven nomineren in 10 categorieën. Disclaimer, Derek en ik organiseren het digitale evenement samen met Mauro Piekervet, oprichter van cannabisindustrie.nl. Ja, het is een beetje onbescheiden om hiermee de nieuwsrubriek te openen, maar het is stiekem toch wel. Nou, het is heel recent nieuws natuurlijk. 1 oktober is die website online gegaan. En dat behelst vorig jaar had Mauro al de coffeeshop van het jaar en de ondernemer van het jaar. En dit jaar heeft hij ons gevraagd om mee te helpen het evenement wat grootser uit te laten pakken. Dus we zijn naar eigenlijk 10 categorieën in totaal gaan. 9 categorieën en een persprijs. De groene griffel. Sorry. De gouden griffel die bestaat al. De groene griffel voor de beste journalistieke productie over cannabis van het jaar. Dat vind ik zelf ook wel een heel interessante. Want het kan zowel dus een documentaire zijn of een reportage, een krantartikel, opiniestuk. In ieder geval iets waarvan de jury vindt dat het bijzonder genoeg is om dat te belonen met de groene griffel. En de andere categorieën zijn, naast ondernemer en coffeeshop van het jaar, zadenbank van het jaar, CBD-product van het jaar, innovatie en start-up van het jaar, kweekproduct van het jaar, campagne van het jaar en hennepproduct van het jaar 2021. Nomineren kan nog tot en met 31 oktober. En daarna is er een maand lang tijd om dus digitaal je stem uit te brengen op de genomineerden. Dat is allemaal te beleven op https://cannabisindustrieawards.nl. Dus ga daar naartoe en nomineer de producten en de mensen en de bedrijven die jij de moeite waard vindt, zou ik zeggen. Ja, inderdaad. Dus zeker allemaal even doen. We moeten het ook even hebben over het manifest tegen ondermijning van een groep burgemeesters waarin zij pleiten voor legalisering van cannabis. Hebben we daar eigenlijk iets aan, Derek? Ja, het is zeker niet het eerste manifest natuurlijk wat we hebben gezien. Ook niet het eerste burgemeestersmanifest. Een paar jaar geleden was er nog eentje onder leiding van Paul de Pla. Ik heb zelf nou het idee dat dit heel erg een initiatief is van Greetje Bos.
die wethouder is in Breda, voor de VVD. Ik heb haar ook al met de Canna Stembus Tour hebben we haar geïnterviewd in Breda. En zij is al 2 jaar bezig met binnen de VVD de geesten rijp te maken voor legalisering. En dat doet ze op een heel actieve manier. En nu, dit manifest, ja, ik vind het zelf interessant om te lezen hoe je dat ondermijning eigenlijk kan gebruiken, dat hype woord, om te pleiten voor legalisering van cannabis. En dan gebruiken ze onder andere de term de gouden roltrap voor. En dan is wietkweken de gouden roltrap op weg naar je geld verdienen met harddrugs. Nou, denk ik zelf dat dat helemaal niet zo vaak op die manier gebeurt, maar Het is wel weer een nieuwe insteek. Elk pleidooi voor legalisering is er één. En wat je ook wel ziet, dat vond ik hilarisch. Oorspronkelijk zijn het 37 ondertekenaars, waarvan inderdaad het merendeel van de VVD. Ja. En nou krijg je dus dat gemeenteraden gaan vragen aan burgemeesters die niet hebben ondertekend. Hey burgemeester, waarom ben jij tegen legalisering dan soms? Dus dat gebeurt in Den Haag onder andere. Dat is ook in Utrecht gebeurd. Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht, die heeft ook gezegd van nou, als de gemeenteraad het wil, teken ik het wel, maar eigenlijk heb ik er geen zin in, maar ik teken hem dan wel. Dus what the hell. Het is in ieder geval, als het gaat om dit onderwerp in de publiciteit te krijgen, is het mission accomplished. En ik denk, ja, dat is je al vaak geconstateerd natuurlijk in de show, de sleutel ligt bij de VVD. En ja. Dus hoe meer mensen ook binnen die partij bezig zijn met de duwen richting legalisering, kunnen we alleen maar toejuichen. Dus misschien nog te vroeg om nu al te bepalen of we er echt iets aan hebben, Rens. Maar het is sowieso, het brengt toch een gesprek op gang of het houdt het gaande of wat dan ook. Dus absoluut. Wat dat betreft. En dat zie je in dit geval ook heel duidelijk. Dat is het nut dan, denk ik. Dus zelfs 2 CDA-burgemeesters hebben ondertekend. Jawel, zelfs dat is haar gelukt. Ja, maar het zijn ook niet meer de activisten dan alleen die erom vragen. En dat is ook misschien wel een essentieel dingetje. Dat je ziet gewoon van, ook echt de burgemeester, de uitvoerende macht, ziet gewoon, merkt gewoon dat het onwerkbaar is. Ook al begrijpen ze het misschien niet helemaal, maar ja, of zitten ze er helemaal niet in, of houden ze er totaal niet van. Maar ze merken gewoon wel dat het gewoon dweilen is met de kranen open en dat ze eindelijk een keer verandering willen. Ja. Wat ik mooi vond, die heb ik meegenomen, dat citaatje. Greetje Bos werd ook geïnterviewd op NPO Radio 1 op de dag van de presentatie, 18 september was dat alweer. En zij werd ook genoemd als één van de initiatiefnemers. En zij zei op NPO Radio 1, ik vraag van het kabinet het lef om ook de beslissing te nemen om de softdrugs echt uit het strafrecht te gaan halen. Om die stap te zetten en daarmee de cirkel rond te maken. Kijk, echt uit het strafrecht halen. Dat zijn woorden die ik graag hoor. Dat is niet reguleren of beperkt, experimenteel, weet ik veel wat. Nee, die plant moet uit het strafrecht. Ja. Dus dat is toch bijzonder dat we een VVD-wethouder hebben in Breda, Greetje Bos. Die het helemaal eens is met de doelstelling van de Stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod. Netjes. Hell yeah. Hell yeah. Nou ja, naast dit redelijk positieve nieuwsberichtje, toch even iets minder positiefs. Iets heel jammers, iets pijnlijks. Maar helaas moeten we toch stilstaan bij het overlijden van Henk Poncin. Kun jij eens vertellen wie deze Henk is voor de luisteraars die denken, is Henk. We kunnen het belletje daar ook een keer voor indrukken. Ik denk dat op zich best veel luisteraars wel ofwel weten wie Henk is, ofwel hebben gehoord van de Cannabis College in Amsterdam. Midden in wat ik zelf Weed Street noem. Dat is de straat waar het Hashmuseum zit. En ook een hennepwinkel waar Sensi Seeds een winkel heeft. Waar tegenover het hoofdkantoor is van Sensi Seeds. En nog veel meer. Dat is allemaal heel cannabis gerelateerd. Daar zit ook het Cannabis College. En Henk is iemand, hij is 83 jaar oud geworden. Dus dat is sowieso natuurlijk een best een mooie leeftijd om te bereiken. Die als het ware meerdere levens heeft geleefd. En ook een aantal dingen heeft gedaan die je zeker niet met elkaar in verband zou brengen. Dus hij is onder andere geweest rechtenstudent in Amsterdam. Hij is bokser geweest. Hij is filmproducent geweest. En hij is mysticus geworden. En hij is ook eigenlijk op latere leeftijd cannabisactivist geworden. En hij heeft eigenlijk het Cannabis College opgericht omdat hij dacht, toen rookte hij zelf al 40 jaar wiet en hij woonde in het centrum van Amsterdam. En hij kwam er eigenlijk in de jaren 90 pas achter wat de war on drugs inhoudt. En dat de war on drugs eigenlijk ook met name in Amerika gericht is op wiet en helemaal niet zozeer op crack of heroïne of coke. Ik zal het verhaal niet heel uitgebreid vertellen, maar het had te maken met een Amerikaanse echtpaar die gevlucht waren naar Amsterdam en waarvan uitzetting dreigde. En daar is een actiegroep opgericht toen, Green Prisoners Release.
En van daaruit dacht Henk, ja, als ik al niet weet over die plant, hoe erg de repressie is tegen die plant. Maar hij leerde ook met die Green Prisoners release, dat die plant natuurlijk, wat wij tegenwoordig veel beter weten, veel meer is dan alleen wat je kan oproken. Het vezelhennepverhaal, alles wat je met die plant kan doen, het medicinale aspect. Dat in korte tijd kreeg hij al die informatie en daar had hij allemaal geen benul van. En dat was eigenlijk zijn drijfveer om te beginnen met Cannabis College. Gratis informatiecentrum, loopt er zeker een keer binnen als je in Amsterdam bent. Werken altijd heel leuke mensen, veel internationale mensen ook. Kwekers komen bij elkaar. Er staan levende planten in de kelder die je altijd kan bezoeken. Wij vergaderen er regelmatig met VOC, onze maandelijkse openbaar toegankelijke vergadering doen we ook weer sinds kort weer in de college, na corona kan je zeggen. En Henk is de man die dat heeft bezield en die ook medeoprichter is van het VOC. En in die zin ook mijn voorganger als voorzitter. Dus ik heb veel van hem geleerd, kan ik zeggen. Zoals ik bij ook van mensen als Joep Ome, Freek Polak. Dat is heel bijzonder, vind ik zelf, aan het VOC, dat je... Je kan er veel in kwijt, maar je kan er zeker ook veel leren, zeg maar. En dat is bijzonder aan, denk ik, aan die stichting en aan die groep mensen. Henk heeft in 2014 een ernstig fietsongeluk gekregen. We hoorden bij de uitvaart een paar dagen geleden dat dat zeker niet zijn eerste fietsongeluk was. Want hij fietste altijd gewoon als een totale wilde man. Maar bij dat ongeluk heeft hij ernstige hersenschade opgelopen. En daardoor is het de laatste 7 jaar is het echt heel erg kwakkelijk geweest met zijn gezondheid. En dus in die zin komt zijn dood niet onverwacht. En hij had zelf zeker ook wel een verlangen naar de dood. Omdat hij, ja, het was echt mooi geweest. En zelf heb ik hem in augustus ben ik hem nog op gaan zoeken in Amsterdam. En daar zag je eigenlijk dat zijn... Hij was heel lang, Henk. En het sterke lichaam van de bokser was eigenlijk te sterk. Zijn geest was echt klaar om over te gaan, zeg maar. Maar zijn lichaam hield hem nog tegen. Wilde gewoon niet dood omdat hij te sterk was. En in die zin was ook bij de uitvaartceremonie heel mooi in Amsterdam op de Prinsengracht, een kerk, de Duif. Helemaal vol, die kerk, met mensen, een ongelooflijk gevarieerde verzameling mensen. Devoties van zijn guru Babaji. En ook mensen uit zijn filmverleden, mensen uit de wietwereld. Je zag dat eigenlijk allemaal bij elkaar komen in die kerk. Ook jong en oud, alles, echt alles door elkaar heen. Dus dat was heel bijzonder om mee te maken. En een heel markante man die ik in ieder geval nooit zal vergeten, Henk. Ja, zeker. Een mooi verhaal ook gewoon. Prachtig. Ja, rust en vrede in ieder geval. We hebben in ieder geval wel echt een getalenteerde vervanger, of noem je dat, met jou erbij in ieder geval. Dus, dankjewel, Rens. Een mooi verhaal. En nou iets totaal iets heel anders, gewoon de wietproef. Ja, nou ja, vaak in onze nieuwsbrief. Het beursgenoteerde Canadese cannabisbedrijf Village Farms koopt 80% van de aandelen van Lely Holland, een van de 10 beoogde wietproeftelers, voor 3,8 miljoen. Nee, volgens mij nog iets meer zelfs. Toch? Ik heb 3,9 miljoen euro staan. Best wel veel geld is voor een bedrijfje waarvan je je toch kan afvragen... Wat houdt dat nou precies in, dat hele Lely Holland? Behalve dat inderdaad bevestigd is dat zij een winnend lot hebben als teler voor de wietproef. Ja. Dus je ziet hier toch wat eigenlijk al een beetje voorspeld is. Dat ook zo'n bedrijf, ja, die kan inderdaad min of meer worden overgenomen door hele grote buitenlandse partijen. Zoals Village Farms er een van is. En in die zin is het wel weer interessant om te zien hoe dat allemaal gaat lopen. Wat ik zelf daar wel als kanttekening bij wil zetten, is dat ik weet dat Lely Holland helemaal in het begin met James Burton een gesprek heeft gevoerd, alleen maar, geloof ik. En voor de mensen die niet weten wie James Burton is. Ja. Dat is een Amerikaanse cannabisactivist en ook Vietnam-veteraan die in Nederland echt de allereerste was die medicinale cannabis op de kaart heeft gezet. Dat ook is gaan kweken. Lang voor Bedrocan in een grootschalige kas had. En waanzinnig veel mensen en ook apotheken, ziekenhuizen beleverde met hele goede medicinale cannabis. Totaal geruïneerd door de Nederlandse staat. Hij is zeg maar benaderd door Lely Holland rond die wietproefproces. En ik heb het idee dat hij nooit één stuiver daarvoor heeft gekregen.
En dat er wel zeer goede sier is gemaakt door Lely Holland met zijn verhaal en zijn kennis en zijn know-how. Want dat hij die heeft en zijn foto's, dat natuurlijk buiten kijf. Ik geloof als je nu naar de website van Lely Holland gaat, dat je nog steeds een foto van James Burton kan zien. Terwijl hij zelf duidelijk laat weten dat hij echt niet betrokken meer is bij Lely Holland. Dus we moeten maar weer kijken hoe dat gaat lopen. Je kan wel zien, ik heb hier ook een citaatje uit het persbericht meegenomen. Van de CEO van Village Farms, Michael de Giglio of Giglio, en die zegt: wij zien het Nederlandse experiment gesloten coffeeshopketen als een cruciale stap in de richting van de brede legalisering van recreatieve cannabis in Europa. En ons meerderheidsbelang in Lely als zowel een kans om deel te nemen aan de eerste recreatieve markt in Europa als een springplank om een belangrijke deelnemer te worden in een bredere recreatieve markt in Europa. Wat je als journalist dan een ronkend persbericht noemt. De springplank naar Europa. Dus Village Farms. Het is wel zo. Nou ja, denk jij dat ze dat waar kunnen maken ook? Dat zij in Nederland die operatie gewoon kunnen opzetten met Lely? Ja, dat denk ik eerlijk gezegd wel. Ik heb namelijk al een keer eerder van hun gehoord. En ze hebben best wel wat ervaring in Canada. En ze zijn in ieder geval nog steeds niet ondergegaan als Canadese producent. Dus, en het dingetje is, als je hier gewoon 1 van de 10 bent, dan heb je zo'n grote voorsprong en zo'n grote monopolie. En je bent de eerste legale bijna praktisch in Europa. Nou, dat dus is mooi. Die Village Farms, zouden zij nou doorhebben dat dit nog niet legaal is, zeg maar. Dat dit allemaal eigenlijk nog onder voorbehoud is. Ja, maar ze zien ook, net zoals dat ik het ook 100% weet, dat het er is geen weg meer terug naar het experiment. Die ondernemers zijn... Dat is Vert Grapperhaus niet met jou eens, hè? Nou ja, kijk, ja, tuurlijk. Die zegt, we gaan kijken hoe het werkt en als het niet goed gaat. Die weet het alleen gewoon nog niet. Nee, maar ja, kijk, als jij 4 jaar lang niet van jouw kwekers hebt afgenomen, of 5 jaar, en al jouw beste telers zijn doorgeschoven naar andere steden, en opeens gaat het terug, ja, dan wordt het weer bedelen en schooien. En ja, het is gewoon... Ik denk dat ze gewoon zien hoe goed het wordt, hoe mooi die producten zijn, wat voor goedkope prijs, wat voor schone wiet, wat voor nette mensen er in de industrie, wat voor... Ja, dat ze gewoon... Ze betalen gewoon belasting en ze krijgen een mooi salaris en is toch gewoon de beste... Ja, meer heb je niet. We gaan het meemaken. Dus als ze in Nederland kunnen slagen, dan kunnen ze gewoon doorgaan naar andere landen. Ik denk dat ze in Luxemburg ook wel een oogje open houden. Of Spanje. Luxemburg gaan we het eigenlijk nog over hebben. Ja, maar breaking news. We gaan nog zeker nog even naar een heel bijzondere. Want het laatste binnenlands nieuwtje zegt dat een CDA-burgemeester, genaamd Ellie Blanksma, zij gaat akkoord met de uitbreiding van het aantal coffeeshops in Helmond van 1 naar 2 of zelfs 3. Ja, klopt. En het Eindhoven Dagblad schrijft terecht over dit nieuws dat met haar beslissing een einde komt aan een jarenlange discussie. Want dat heb je natuurlijk veel vaker als een CDA-burgemeester ergens zit. Afdeling kop in het zand. die doet net alsof er dan de dealers het niet overnemen, zeg maar. En zij had altijd, kijk, Helmond weten we, die hebben altijd maar die ene coffeeshop gehad aan de Wolfstraat, als ik me niet vergis. En dat is ongelooflijk weinig voor hoeveel mensen er in Helmond wonen. Mm. Dus daar zou zeker 1 of 2 shops daarbij kunnen. En zij is nou toch echt wel door de pomp, zeg maar. En dat is, ja... Ik heb zelf een beetje misschien al te optimistische column geschreven onlangs dat CDA en VVD bij beginnen te draaien op cnnbs.nl als het om cannabislegalisering gaat. En dat had te maken met dat manifest, omdat je daar aan dat ziet... Ik geloof dat NRC een interview had met de burgemeester van Roosendaal. Die letterlijk zegt, ik was ook tegen legalisering, maar... Dus die lijkt ook helemaal gewoon... Die heeft zijn Margreetje Bos op de koffie gehad om uit te leggen van... Je helpt de fucking criminelen, joh, als je hier dit blijft doen. En daar zie ik dus enige beweging. En bij CDA was het Chris van Dam. Die ergens in de media, ik geloof bij een talkshow op 1 of zo... heel duidelijk zei, we gaan met het drugsbeleid niet verder komen als partijen niet over hun heilige huisjes kunnen heen stappen. En toen vroegen ze, wat is dan heilige huisje van CDA? Toen zeiden, ja, dat wij met die coffeeshop helemaal nee zeggen tegen regulering, dat is eigenlijk niet vol te houden. Dus toen, daar kon ik toch ook nog enige hoop uit putten, een druppeltje. Maar ook gewoon de huidige toestand in Helmond, of de geschiedenis daarvan, is ook ongelooflijk bijzonder, toch?
Dat ze, ze hebben het al een aantal keer geprobeerd om meerdere shops daar te krijgen. Maar, En een van de mafste dingen is dat het volgens mij een van de allervroegste voorbeelden is dat in de media heel breed kwam dat de burgemeester werd bedreigd. En jaren later heeft de burgemeester in kwestie, Fons Jacobs, heet die man, een interview gegeven en die zegt: nog steeds weet ik niet of ik echt bedreigd was, van wie die bedreiging kwam. Ik heb dat aan allerlei politiemensen, OM, justitie gevraagd van: laat me zeg maar niet helemaal in de dark, wat was dat nou? En hij liet heel erg doorschemeren dat heel goed verzonnen zou kunnen zijn in het kader van wat we natuurlijk hebben meegemaakt in al die jaren. Ja, het framen van, oh my god, de wietindustrie bedreigt dit, bedreigt dat, weet je wel? Ja, dat vond ik heel opmerkelijk met die Fons Jacobs. Dat hij zelf, toen hij terugkeek op die affaire, echt zei van ja, tot op de dag van vandaag heb ik geen idee hoe reëel dit eigenlijk is geweest. Hij heeft zelf nooit een belletje of een berichtje gekregen iemand voor zijn voordeel. Het was echt dat de politie bij hem kwam van, oh jee, meneer burgemeester, je wordt zo erg bedreigd, nu meteen meekomen, maar we kunnen er niks over zeggen verder, weet je wel, zo'n verhaal. Dus dat is inderdaad... Wat een verhaal. Nou ja, ik ben heel benieuwd ook of het lukt om die coffeeshops die ze dan extra willen, om die geplaatst te krijgen. Want ook dat zie je helaas vaak natuurlijk in steden waar ze dan eindelijk overstag gaan. Dat dan de buurt op zijn achterste benen staat. Wij willen geen coffeeshop, want die zijn eerst 20 jaar door de burgemeester, zeg maar, gezegd van oh, coffeeshop, probleem. Dus hoe dan ook wens ik Ellie Blanksma zeer veel succes bij meer coffeeshops te brengen naar het lelijke Helmond. Ja. En van Helmond gaan we naar Malta, een klein stukje verderop, waar de regering een wetsvoorstel voor legalisering heeft gelanceerd. En ik had gehoord, in ieder geval Derek, dat jij laatst toevallig een Maltese cannabisactivist op bezoek had. Ja. Activiste. Erg leuk, dat kwam via ENCOT, de Europese Coalitie voor Beter Drugsbeleid, waar ik al jaren al lid van ben en waar ook het VOC lid van is. Kijk op hun website, www.encot.org, denk ik tenminste. De vraag was inderdaad, ja, er is een Maltese cannabisactiviste en die komt naar Nederland en zou die kunnen logeren bij jou, want dat scheelt haar hotelkosten. En zij heet Karen en vertelde zelf eigenlijk dat zij min of meer de helft is van de complete legaliseringsbeweging in Malta. Dat heet Relief Malta. En de andere helft, die kende ik wel, maar alleen van Zoom-meetings. Dat is een kerel die heet Andrew Bonello. Ze spreekt supergoed Engels, komt heel goed uit zijn woorden, ziet er prima uit. Daar had ik meteen al van begin af aan, wauw, dit soort mensen moeten we hebben voor de movement. Dat werkt heel goed. En deze Karen, die blijkt minstens zo gemotiveerd te zijn en minstens zo scherp. En omdat Malta zo klein is en zo weinig inwoners heeft, zij zit dicht in de buurt van de president van Malta. Haar toegang tot politici, ministers daar op het eiland is, daar kunnen wij als VOC alleen maar van dromen. Zij kan zo binnenlopen bij die mensen. En dat hun werk heeft met name geleid tot dit wetsvoorstel. En het is een wonderlijke mix, moet ik wel zeggen, van elementen wat ze gaan doen tussen Nederland en Spanje. Dus dat betekent dat 4 planten thuis telen mag, boven de 18. Maar de planten mogen niet zichtbaar zijn vanaf de straat. Dat ken ik onder andere uit Canada. Dat is een bizarre regel ook, hè? Want dan is het ook, ja, als je dan om de hoek net leunt, ja, zie je ze dan, moet ze dan weg. Ligt eraan hoe groot je bent. En dan... Ja, bijvoorbeeld, ja. Dus dat mag, die 4 planten. Maar je mag van die planten maar 50 gram droge wiet in huis hebben. En als je meer hebt dan 50, dan mag de politie niet alleen dat meenemen, maar jou ook gewoon vervolgen voor nog steeds verboden te veel wiet. Ja. Maar er komen wel cannabis social clubs. Maar het is zo'n verhaal, weet je wel. 14 keer maar gehoord. Nou weet ik het weer. Maar is, en precies, je gelooft het gewoon niet, de cannabis social club mag maar maximaal 500 gram wiet, echt waar, on the premises hebben. Nee. Die belachelijke onwerkbare regel die we in Nederland hebben, die gaan ze nou in Malta introduceren. Dus als je het vergelijkt met waar ze nu staan, dat heb ik van Karen uit en daarna begrepen, ook bijvoorbeeld een toerist die in Malta met zeg maar 2 joints was gepakt, die kreeg gewoon 1,5 jaar. Wat? Ja, dus als je het daarmee vergelijkt, is dit heel prima waar ze naartoe gaan. Gaan ze wel omhoog. Ja, de grens ook voor persoonlijk bezit op straat, zeg maar, is 7 gram. Maar dat wil ik ook weer zoiets. Ik heb het hier erbij staan.
publieke consumptie, dus roken in een publieke ruimte. Mm-hmm. Als jij niet medicinaal bent, dat vind ik ook wel, dat is toch wel weer grappig, weet je. Als je wel medicinaal bent, dan oké. Okay. Mm-hmm. Als je niet medicinaal bent, €235 boete. Dus je kan ook niet zeggen dat het een soort legalisering is. Het is toch weer... Het lijkt het Nederlandse gedoogbeleid. Een soort van half. Ja. En dan staat er ook nog bij, ik haal dit allemaal uit maltatoday.com. Cannabis use in front of minors, dat is dus bij kinderen, whether in public or private, is illegal and comes with a €300 to €500 fine. Oeh, die doet pijn. Dus onze technicus, tevens mijn jongste zoon Simon, die zijn hele jeugd heeft doorgebracht met zijn blowende vader en diens vrienden en vriendinnen die ook allemaal aan blowen waren, right in front of his nose. Moet eens kijken hoe duur dat was geweest als we elke keer daar €500 boete voor hadden, Simon. Zo. Holy shit. Moet je nagaan, hè? Moet je nagaan. Dus nou ja, kortom, Malta, er blijft nog te wensen over, maar weer een stap in de goede richting. Zeker weten. En nou gaan we naar het ene laatste. Ja, we hebben een hele lange nieuwsbericht. Sorry, alle mensen die denken... Nou, er gebeurt veel. Ja, er gebeurt veel. Dat is wel hartstikke mooi. We gaan door naar Italië, waar laatst een referendum is geweest over legalisering van cannabis. En die lijkt daarvoor te worden afgedwongen. Want binnen een week verzamelden organisaties meer dan 500.000 handtekeningen. Ja, klopt. En dat zou dan genoeg moeten zijn. Nou, ik heb het even nagezocht. Een van de redenen dat ze zo snel zoveel handtekeningen hadden, was dat de wet was veranderd. En nou mochten er ook online handtekeningen worden verzameld. Tot nu toe moest je ze zeg maar helemaal letterlijk op papier moest je ze hebben. Dat hoeft nou niet meer. En ja, eigenlijk is dit weer zo'n typisch Italiaans verhaal. Want dit zou dan in theorie moeten leiden tot dat er een referendum is. En dat referendum, als het die meerderheid krijgt, zou er dan toe moeten leiden dat ze gaan decriminaliseren. En wat ze willen... legalize growing of weed for personal use and ease sanctions on other cannabis-related crimes. Dus ook dat is weer, ze vragen nog niet eens om volledige legalisering. En het is ook maar weer helemaal de vraag hoe ver dit komt. Maar ook een beetje vergelijkbaar met het burgemeestersmanifest. Het zorgt voor debat, het zorgt voor stukjes in de krant. Het zijn allemaal baby steps. Absoluut. Het zijn druppels die de steen uithollen. Hopen we dan maar. Als we daar Malta krijgen en Malta Italië, is wel interessant. En ja. Gewoon, dan krijg je echt wel landen die in de Europese Unie zitten, volgens mij, allebei, toch? Ja. Malta ook, ja. Voordat ik allemaal iets geks ga zeggen. Maar dan krijg je toch ook echt wel dat waterbed of dat die rollende sneeuwbal effect. Dat mensen Absoluut. Zeggen, kom op, daar kan het. En ik vind het ook echt leuk dat ze dus continu over thuisstilte hebben. En dat ze daar... als eerste over praten, terwijl je laatst nog een gesprek hebt gehad met iemand van de D66 die... Met jou sneller, ja. Toch nog maar ja. eens een keer uitleggen waarom thuisstil toch niet op nou, zijn kijk, het zijn verhalen, en dat hebben we eigenlijk eerder gehoord van Vera Bergkamp al, die de wietwet natuurlijk verdedigt en probeert ook door de Eerste Kamer te krijgen. Dat als wij zeg maar vanuit de legaliseringsbeweging kritiek hebben op de wietwet... dat we daarmee eigenlijk de tegenstanders van legalisering... de rechtse krachten als het ware in de Kamer helpen. Omdat die dan kunnen zeggen... kijk, zelfs de cannabisgebruikers zelf vinden het een slechte wet. Ik kan die redenering wel volgen... maar ik denk toch, zolang mensen nog echt uit hun huis worden gezet... voor een paar planten voor persoonlijk gebruik te telen... ga ik bij de politiek blijven pleiten... dat we iets moeten doen met die thuisteelt. Want het slaat nergens op dat je uit je huis wordt gegooid... voor een paar planten te telen... En ik hoop wel dat ik hem een beetje aan zijn verstand ook heb kunnen brengen... dat ook geen politiek risico is voor D66. Om gewoon te pleiten voor beperkte thuisteelt. Al gaat hij maar voor 5 planten. Liever 5 vrouwelijke planten dan natuurlijk. Liever nog 5 bloeiende vrouwelijke planten. Dus Joost, mocht je dit beluisteren... je weet toch, 5 bloeiende... vrouwelijke planten. Maar nee, dat zie je bij al die bij bijna al die nieuwe reguleringen in die verschillende landen, inclusief Luxemburg. Dat is ons allerlaatste nieuwsitem. Kunnen we die meteen er ook bij pakken? Nou, ergens, ik geloof dat Mauro op cannabisindustrie.nl het ook een beetje negatief bracht. Zo van Luxemburg trekt keutel in. Maar ik zag dat zelfs de Telegraaf schreef, nog geen legalisering van cannabis in Luxemburg. Dus eigenlijk zat de Telegraaf er wat optimistischer en positiever in dan Mauro.
Want het mooie is, vind ik, dat ze dus zeggen... Oké, verkoop in de winkel, wat ze van plan waren... en ook beloofd hadden in Luxemburg... om dat nog deze kabinetstermijn te gaan doen. Dat doen ze voorlopig niet, omdat het ingewikkeld blijkt te zijn. Ja, zou ik dan zeggen. Maar thuisteelt willen ze dus... Dat is eigenlijk het alternatief. Dat ze wel degelijk de thuisteelt willen legaliseren. Ook weer binnen grenzen, uiteraard. Maar dat, dat is eigenlijk precies zo tegenovergesteld als Nederland. Wij zijn alleen maar met die coffeeshop bezig en met de winkel... en dat reguleren en gedogen en whatever. Controleren vooral. Maar de thuisteelt doen wij er niet bij. En in Luxemburg doen ze het vooralsnog andersom. Ja, wij zijn gewoon helaas onze huidige regelgeving aan het aanpassen. En dat duurt veel langer dan gewoon een nieuw reglement. Het is gewoon... De wet van de remmende voorsprong. Ja, daar is die weer. Als je het vergelijkt met Amerikaanse staten, hoe snel, als er wordt gestemd voor legalisering, hoe snel ze een systeem hebben. Dat is, ja. Ik denk dat we hier nog iets meer verdwaald zijn in bureaucratie. Zou dat het zijn, denk je? Ja, ik denk dat er wat dat betreft iets meer, je hebt nog iets meer de wild bill die wel iets voor elkaar kan krijgen, denk ik. En zeker als er geld geroken wordt, pakken ze het allemaal. Ja, zeker in Amerika moet dat wel. En dan worden de regels daar wel voor aangepast ook. Ja, maar denk je niet dat als ik bijvoorbeeld tegen mijn vrienden die dan af en toe een keer een joint roken zeg van ik zet me in voor het VOC of voor het cannabis. Die kijken me echt af en toe aan en die zeggen, maar gast, je kan toch gewoon wiet bij de coffeeshop halen? Ja, je krijgt dat nog steeds. Ja. Wat doen we er moeilijk over? Weet je? En daarom denk ik ook dat het heel vaak... die verandering heel moeilijk is, omdat we al een huidig systeem hebben. En heel veel mensen denken dat die al voltooid en volmaakt is. Terwijl natuurlijk totaal... Behoorlijk stuk. Ik kan zelfs wel onthullen dat dus zelfs Joost Sneller... die dus zeg maar de cannabisman is in de Tweede Kamer... voor de cannabispartij D66... vroeg toch ook op enig moment tijdens ons gesprek... Ja, maar hoe zit het? Je mag toch... 5 planten mag je toch dan wel hebben? En ik dacht echt... Nee! Je meent het. En dat moest ik dus uitleggen. Ja, strafrecht tot 5 planten. Maar inderdaad, Damocles, woningbouwvereniging, heel de flikkerse zooi. En het idee, je mag, dat is het sowieso niet, want het blijft, ik herhaal het nog maar een keer. Als de politie die planten ziet, dan nemen ze ze gewoon mee. Dus je mag fucking niks. Als ze toevallig niet erachter komen, dan heb je geluk. Daar komt het een beetje op neer. Het mag als je mazzel hebt. Ja. En dat vind ik wel... Wij hebben daar ook gevallen wel van gehad met VOC. Dat mensen gewoon ook echt dachten van... Je mag toch 5 planten in Nederland? Ik had echt geen idee dat ik daardoor mijn huis uitgezet kon worden. Ja, maar dat gebeurt dan wel. Ja, dat is toch wel heel kwalijk. Dat is echt heftig, ja. Dus, in ieder geval... Dat blijven goed nieuws we zeggen. Voor al die landen en wij blijven nog strijden. Blijven modderen. Wij blijven gewoon strijden. Modderen en strijden, Rens. Dit is ons leven. Over strijden gesproken... Dan heb ik hier een echte strijder langs me, in ieder geval. Zo mag je. Goed bruggetje. Goed bruggetje, Rens. Lekker bezig. Ja. Nee, dat is ook de reden waarom we hem uitgenodigd hebben. Nee, laten we wat dieper ingaan. Op onze hoofdgast. Op onze gast van onze vandaag. Onze hoofdgast van vandaag, Joost. Ja, in ieder geval leuk dat je helemaal vanuit... Amersfoort, naar het mooie Maastricht ben gekomen. Het was wel een ritje, ja. Ja, dat geloof ik ook. Dank voor de chauffeur. Dankjewel, chauffeur. Oh. Nee, maar in ieder geval, kijk, ik ben redelijk fan van Greenmeister. Ik vind het een leuke app en ik vind het ook leuk hoe die movement gaat. Mm-hmm. En voor die paar mensen misschien die helemaal nog nooit van Greenmeister hebben gehoord. Wat is Greenmeister, Joost? Greenmeister is de grootste coffeeshop finder van Nederland. En daarbij hebben we een app. En we hebben een website waarbij je de dichtstbijzijnde coffeeshop kan vinden. Of je kan zoeken, stel je bent op zoek naar een bepaalde strain. Dan zoek je die strain en dan weet je welke coffeeshop in de buurt die verkoopt. En we hebben ook een rating systeem voor de shops. Want het eerste en het laatste ding kan ik alles bij voorstellen. Maar het middelste lijkt me super moeilijk. Het strain finden. Ja, we hebben de menus van de shops, die hebben wij. Oké. En dus op die manier kan je dat gewoon aanpassen. Ook, want het wisselt natuurlijk toch bij de meeste shops vaak, hè? Ja, kan ook gewoon constant aangepast worden. En dan komt het bij ons binnen en wordt het gecontroleerd door mij dan. En dan, en dan wordt het menu aangepast. Oké. Dus toch een beetje de Nederlandse Leafly, kan je zeggen. Ja. Weedmaps.
Meer weedmaps dan leaf living? Ja, dat wel. Okay. Bij weedmaps ga je echt op zoek wat heeft een bepaalde shops, of clubs of dispensaries op dat moment. En leaf die heeft meer van deze strains. En als je deze strains zoekt, dan zou ik ergens... Maar Leafy heeft toch ook een order systeem, zeg maar? Kan je ook bestellen bij Leafy, dacht ik. Of zeg ik dat niet heel geks? Volgens mij hanteren we nog... Dat zouden ze moeten gaan doen, inderdaad, eigenlijk. Maar dat hebben ze nog niet... ik ben er ook niet helemaal thuis. Ah, ja. Maar naast die app, waarvoor je dus praktisch levende mascotte bent... doe je ook streamen? Ja. En blowen met streamen en gamen. Ja. En dat vind ik ook super vet. Dus ik denk, laten we gewoon eens een keer een kleine collab, een kruising doen. Ja, man. En wie weet kunnen we van elkaar leren en ook onze luisteraars elkaar leren kennen. Ja, hartstikke tof. En dan stel ik jou de vraag die ik graag stel en altijd stel voor de gasten. Hoe ben je opgegroeid? En vertel eens een klein beetje over je jeugd. Oké, wat wil je weten? Mijn jeugd was vooal heel lang geleden, voor mijn gevoel. Ik hoop dat je nog inderdaad. Sorry? Hoe oud ben je? 30. Oké. Maar was het allemaal in Amersfoort of niet? Ik ben geboren en getogen in Amersfoort. Oké. En daar ook wel altijd gewoond. Ik heb een paar uitstapjes naar het buitenland gehad. Maar verder altijd in Amersfoort gezeten. En je zegt, voor mijn idee is het heel lang geleden. Is het, Voor mijn gevoel. Ik ben inmiddels 30. Volgens het internet ben je dan een boomer. Zo, dat gaat snel. Zijn wij al die boomers? Ja, vanaf 30 ben je al een boomer tegenwoordig. Fuck. Dus on the way out. Dan ben je gewoon een soort van officieel out op het internet. Dus vandaar ook dat ik er graag over klaag. En dat is een vraag die natuurlijk ook vanzelfsprekend vaak terugkomt. Wat is de eerste keer dat cannabis in jouw leven kwam? Wat je kan herinneren. Oh, wauw. Dus het hoeft niet eens per se te zijn wanneer je voor het eerst rookt. Het kan ook gewoon het idee van cannabis, van wiet of hash of whatever. Ik kan me niet per se, de gedachte kan ik me niet herinneren. Ik kan me nog wel herinneren dat ik... Ik weet de eerste keer dat ik blowde, dat weet ik niet meer, maar... Omdat het ook weinig deed, want dat komt heel vaak terug bij mensen. De eerste keer, dan voel je heel vaak... Dat gegarandeerd, want ja, de tweede en dan vergeet keer... je het ook. Ja, en de tweede keer ben ik er toen vol voor gegaan ook. En toen eindigde ik uiteindelijk dat ik echt 1,5 uur lang heb ik in hoog gras gelegen. En echt, ja, heel misselijk, zeg maar. En ik lag daar 1,5 uur lang, lag ik in het hooggras. En ik was me aan het verstoppen, omdat ik dacht dat de politie eraan kwam. En dat ze me gingen meenemen naar mijn ouders. Paranoia kicks in. Ja, echt. Ja, dat was heel goed. En na 1,5 uur kwamen mijn vrienden terug van de McDonald's. Ik kan me helemaal voorstellen, als je zo ligt wat je zegt, in hoog gras. Niemand ziet je ook. Nee, ja, dat denk je dan misschien. Hè? Was het wel lekker weer, zeg maar? Nee, het was nacht ook. Oh, dus, ja, nee, dan... Volgens mij waren we waren we de stad in of zo. Oké. Ja, nee, dus die was zeker wel memorabel. Maar ik weet niet wanneer ik voor het eerst wist wat wiet was of zo. Oké. En weet je ook nog, stel je voor je eerst, weet je nog een beetje met wat voor wiet je daar wel bent opgegroeid eigenlijk? Wat voor soortjes? Gewoon je standaard White Widow. Dat was, ja. En toen ging je ook nog standaard gewoon voor de goedkoopste wiet. Ja, ja. Dus dat was het eigenlijk. Voor de rest niet, nee, zeker in het begin niet heel gek geëxperimenteerd verder of zo. Met soortjes of wat dan ook. Het is wat je eerder al zei over, zeg maar, de nieuwere soorten wiet. Dat is ook zo onvergelijkbaar. Ja. Kijk, ik ben dan nog 20 jaar ouder dan jij. Dus de wiet die ik rookte was dan nog veel slechter. Voor mij was White Widow, zeg maar, helemaal... Oh my god, White Widow! Er is witte wiet op de wereld. Won meteen alle cups ook destijds en zo. Dus ja. Dat in die zin is het voor jou, als je die vraag stelt, is echt wel typisch. Ja, Jezus, als je heel lang rookt, je was gewoon wiet. Ik zie er zelfs memes over. Ik doe veel Twitter. Ik doe verder helemaal geen social media, maar wel Twitter veel. Dat je inderdaad zo, dan bij de ene staat legal state, weet je wel, in Amerika. En dan staat er van... Is this the chocolope, Kush Gorilla, glue, bla bla bla? En dan zegt van nee, dit is iets anders. En dan in de illegal state, what is this?
It's weed. Ja, weet je wel? Sowieso. Zo was het vroeger gewoon heel erg. Ja. Überhaupt wiet, zeg maar. Dus nee, dat is verkopen. Ja, maar is dat ook niet gewoon de armoede van dat je gewoon echt niet wist wat je af en toe aan het kweken was en dat je ook... Gewoon de ontwikkeling. Ja, ik heb sterk het idee dat... als je terug, als je terug gaat kijken naar wanneer is legalisering gekomen in Amerika, zeker recreatief, maar eigenlijk ook al medicinaal, dus vanaf 96, dan dat is ook logisch. Als je gewoon in alle rust... nette ruimtes, weet je wel, en georganiseerd, systematisch kan kweken en kruisen, de sky is the limit. Ja, dan krijg je superwiet. Zo zie ik dat voor Nederland. Mm. Dat heeft hier allemaal altijd heel schimmig en moeilijk en ondergronds moeten doen. En dan hebben we nog hele goede resultaten kunnen boeken. Maar die Amerikanen, ja, die, vanaf die legalisering, daar heb ik het idee, dan komen er echt interessante dingen. En ja, dan onthoud je ook wel wat je als eerste hebt gerookt, zeg maar. Ik zou ook niet weten, bij mij was het hash. Maar wat voor hash? Waar ik stoned van werd. Mixed gruis. Ja, nou ja, precies, ja. Ja. Ja, voor de echte armoedzaaiers. Ja, mixed gruis. Ja. Ja, ik moet zeggen, de eerste wiet die ik rookte, dat was gewoon... Dat was meteen super. Dat heette gewoon NLX. Dat was gewoon Northern Light Special. Ja. En dat was gewoon inderdaad een bepaalde wit wietje. En dat was Amnesia. Of een Super Silver Haze. Was ook al heel snel. Dat is voor mij nog steeds een favoriet. Ja, dat is... Daar ben ik echt erop gegroeid. En bij ons was het wel... Ja, omdat we natuurlijk een veld over wonen, dus we moesten sowieso of een half uur met de fiets en een half uur terug, of een half uurtje op en neer met de scooter. En dat was dan degene die haalde voor heel de groep, of in ieder geval die haalde dan met z'n tweeën. Wie haalde bepaalde? Of niet? Nou, die kregen een HVO'tje, een heesje voor onderweg. En dan mochten we nog een jointje hees bijhalen. En dat was wel... Maar toen zat het in Amersfoort. Was je vooral zat je in de shop of kreeg je het van vrienden? Of ging je kweken? Of hoe moet ik me voorstellen? Ik haalde het in de shop. Hmm. Dat was het. En ik was een tijd lang de oudste van de groep. Dus ik haalde het voor vrienden. Altijd dezelfde shop ook? Of? Wel vaak. Het was vaak, maar er zijn ook nogal wat veranderingen geweest in Amersfoort qua coffeeshops. Precies. Er zijn er gewoon een aantal gesloten. En inmiddels zijn er weer een aantal bijgekomen ook. Die wel een heel goed voorbeeld neerzetten voor alle andere shops. Mm-hmm. Ja, waar wij toen nog elkaar hebben ontmoet. Ja, dat was bij Roots was dat. Zo, dat was echt Ik ben al tijden niet geweest in een coffeeshop in Amersfoort. Echt. Next level. Ja. Gewoon ook in een gebouw waar je het niet verwacht. Prachtig pand. Ja, daar zou je een advocatenkantoor verwachten. Uh-huh. En het is... kijk, als je niet weet dat daar dus cannabis wordt verkocht... dan zou je denken dat het een hele hippe broodjestent is... die net iets op een te dure locatie zit. Ja, dat is precies wat het is. Ja. Ze hebben daar ook echt lang voor moeten vechten, hoor. Dus dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Die vergunning is meerdere keren ingetrokken en toen weer uitgedeeld en toen weer ingetrokken. En toen in de buurt weer. En toen hebben ze een rechtszaak aangespannen en toen zeiden ze... nee, sorry, jullie hadden hem niet zo vaak mogen intrekken en nu hebben ze een vergunning. Ja, dat is wel... Ook dat bizar met dat hekje, wat hij vertelde. Ja, inderdaad, ze hadden dus... Dat is ook zo... Hekje? De school moest dicht. De shop die mocht niet geopend worden omdat er een school te dichtbij zou staan. Dus wat ze vervolgens hebben gedaan is een hekje... om het pand heen gedaan, zeg maar, zodat de ingang aan de verste hoek zou zitten. en daardoor is de ingang ver genoeg van de school. Dat is echt een moderne versie van wat vroeger godsdienstelijke twisten waren. Ja. En afscheidingen binnen de protestantse kerk, weet je wel? Dat je gewoon helemaal binnen die regels iets krankzinnigs verzint... zodat iedereen er net mee kan leven. Creatief boekhouden, maar dan in de praktijk. Niet te geloven, ja. Het is wel gelukt. En nou ja, je hebt het gezien, het is het wel... Nou, was de wiet ook goed? Is de wiet ook goed? Ik heb de wiet... Niet geprobeerd? Ik zal je eerlijk zeggen, en het is niet dat ik toevallig zit in de Club 69, maar ik had lekker wiet bij van Club 69. Dus we hebben eigenlijk toen die zoop gerookt. Ik heb toen ook nog wel daar wat van gehaald en ook nog meerdere. Volgens mij heb ik er ook nog een keertje een filmpje voor gemaakt of zo. Oké. Okay. Maar ik kijk naar de comments op Greenmeister. Dat is een beetje mijn leidraad. Referentie. Dan zijn ze wel enthousiast. Oké, het is stom dat ik ook niks zelf heb gehaald eigenlijk. Dat dus misschien heb je dat niet gedaan? Ik
Wil je dat niet gewoon vergeten? Wij zijn met z'n allen zo allemaal lullen, tot ziens op een gegeven moment, doei. Maar we stonden daar ook nog met z'n allen in de rij, heb ik het. Maar goed, weet ik het. Ik was echt heel erg high aan het einde. Ja, we waren echt knettertjes. Ja. Zo, ja. Dus inderdaad, hoe ik daar weg ben gegaan, weet ik eigenlijk ook niet meer. Ja, echt heel apart. Nou ja, af en toe weet ik niet eens wat ik heb wel zo'n vermoeden waarom, hoor. Ja, maar af en toe weet ik ook niet wat ik gisteren gegeten heb. Dus, nou, toevallig. Wat heb je gisteren gegeten dan? We hebben bloemkool met kip en... Currytje. Ja, currytje was lekker. maar nu weet ik, toevallig. Ja. Maar dat tot nu. Hoe ben jij op een gegeven moment... Wanneer was het moment dat jij dacht... Dat blowen, dat is allemaal hartstikke leuk en lekker. Maar ik wil er eigenlijk gewoon wel in gaan, iets in gaan doen of iets mee gaan werken. Hoe is dat gekomen? Nou, ik was nooit echt een hele vaste blower of zo. Even kijken, ik rookte een hele tijd, heb ik eigenlijk alleen maar hash gerookt ook. En toen kwam bij mij de realisatie dat als ik zorgde dat ik altijd gewoon wiet in huis had, dan leverde me dat heel veel op. Want dan kon ik gewoon altijd een beetje tot rust komen met gekke drukte in mijn hoofd. Of wat dan ook. Dus toen ben ik dat gaan doen. En vanaf toen ben ik ook een beetje Greenmeister ingerold. Omdat een vriend van mij, die bouwde de website. En die waren fan of zo. Die dachten dat het een leuk idee om hem erbij te betrekken voor wat foto's. En toen ben ik dus die admin dingen ook gaan doen. Dus comments checken, afkeuren, goedkeuren. En de menuwijzigingen. En ja, vandaar is het een beetje doorgegaan. Ah. Ik kan niet zeggen dat er echt een specifieke gedachte was van... Oh joh, ik wil echt hierin mezelf gaan ontwikkelen of wat dan ook. Dat is ook echt volgens mij een verschil met Nederland. Zeker met Amerika en Canada. Dat daar zoveel mensen, zeg maar, die zijn juist helemaal one-track mind. Mm. Ik wil in de legale cannabisindustrie, omdat het ook... Het is nieuw, weet je wel, het is happening, Het is fris. Het heeft helemaal niet die kwade reuk zoals Nederland. En hier, dat is echt een soort rode draad. Zoveel mensen die zeggen van ja, toen ging ik een beetje dat doen. En ik zat toch altijd al daar in de shop of ik leerde die kennen. Ja. Weet je wel, het is nooit van, op een dag dacht ik van, ik wil in die cannabisindustrie. En dat zie je de buitenland juist wel. Dat is best wel komisch eigenlijk. Ja. Nou, wat ik... interessant van, jij zei al van, ik merkte dat ik me goed bij voelde. Minder drukte in mijn hoofd, zeg maar. Ben jij het eens met mensen die zeggen dat een heel groot deel van mensen die gewoon in de coffeeshop wiet koopt of die zelf wiet kweekt en het zelf oprookt, eigenlijk medicinaal of op zijn minst therapeutisch gebruiker is of niet? Ik kan niet zeggen dat dat voor iedereen geldt. Maar ik kan wel zeggen dat ik denk dat dat voor veel mensen wel een soort van leidraad is. Mm-hmm. Maar je kan... Ja, ik kan er niet per se een indicatie op geven, maar je bent natuurlijk zelf je eigen baas. En uiteindelijk bedenk je dan zelf van, ik heb hier dus behoefte aan. Ik heb behoefte aan om hier in elk geval om rustig te worden. Laten we dat zo zeggen, of voor slaap of whatever. Nou ja, dan ben je eigenlijk wel praktisch jezelf aan het diagnosticeren en daaropvolgend een therapie erop laten aansluiten. Ja, onze goede vriend Doede de Jong uit Friesland, die gebruikt altijd het woord of de term, je gebruikt die cannabis voor je welzijn. Ja. En dat vind ik zelf ook allemaal altijd een goede formulering. Ja. Waarbij je het eigenlijk weghaalt uit, is het medicijn, is het recreatief, is het, hoe noem je dat, narcotisch, whatever. Nee, het is om jouw welzijn te verbeteren of goed te houden. Ja, het is bijna als een geloof. Je hebt toch een soort van houvast en ik doe toch 3 keer per dag bidden. Nou, je sacramentje. Ja. Nou, dat was wel voor mij zoals ook. Zoals de rastas, ik ben zelf dan ook met medicijnen gestopt, omdat ik dus steady ging blowen. Want ik zat, ik kwam van een, ik heb... Ja, zou je daarover willen vertellen? Ja, man. Okay. Ja, tenminste als je dat... Ja. Want kijk, dit is wel een tak van een bepaalde gespreksstof wat vaak... niet behandeld wordt of mensen weten niet. Je hebt zelf ervaring daarmee. Dus ik vind het heel interessant om Ik vind het niet vervelend of zo. Ik heb het er ook vaak op mijn streams heb ik het er ook vaak over. Oké, ja, precies. En het zijn, ik weet niet, dat hoeft geen taboe te zijn wat mij betreft. Nee, helemaal niet. Nee, maar nee, ik heb op mijn 22e geloof ik, heb ik een psychose gehad dan. En die was aardig hardnekkig. Die kwam voort uit een hele zware depressie. Dus
En daarna was het altijd nog wel een beetje kwakkelen. Ik was toen gediagnosticeerd met een bipolaire stoornis. En dat maakt dingen niet heel makkelijk. Toen kwam ADHD daar ook nog bij, maar goed, dat maakte toen al niet meer zo heel veel uit. Even kijken, toen kwam ik er daaruit, zat ik weer in depressie. En toen kwam ik dus tot de realisatie van, oké, jongens, als ik zorg dat ik elke dag altijd gewoon wiet in huis heb, en ik hoef niet heel veel te roken of zo, maar ik moet het gewoon altijd in huis hebben, dan heb ik altijd een uitweg uit de realiteit die ik op dat moment even niet aan kan. En ik had daarvoor had ik ook benzodiazepine. Je zal ze misschien kennen, je pammetjes. Die had ik ook en dat was de bedoeling. Alleen voor mij was dat pilletje, dat was een soort van faalmuntje of zo. Elke keer als je zo'n pilletje nodig hebt, dan heb je het niet goed gedaan. En dan is er iets mislukt. Dus dat was heel vervelend. Terwijl als ik een joint ging draaien, dan ging ik zitten en ik pakte mijn flutje en ik ging mijn tipje draaien. Dan was ik al met mijn handen bezig. Ben je al een beetje uit dat soort van die vibe? Het is gewoon een fijn iets ook. Ja, en ik heb dit ook met mijn psychiater uitvoerig besproken. En die was, ja, af en toe zei ze nog van, Joost, hoeveel wiet rook je? Ik zeg, ja, zoveel. Oké. Okay. Oh, dat is wel veel. Ik zeg, ja, dat is wel veel. Oké, nou, kom op, gaan we weer wat anders doen. Dus die was er ook wel mee eens op het einde. Ja. En eigenlijk alle mensen om me heen, die er ooit misschien een oordeel over hadden gehad, die zijn ook wel overtuigd. Want bij mij werkt het gewoon heel goed. Ik kan alleen niet zeggen dat het voor iedereen zo is. Mm-hmm. Helaas. Maar voor mij werkt het als een goede manier. Iets wat ik zelf heb bedacht en ontwikkeld. Het werkt. Nou ja, ik vind het sowieso echt een hele interessante gedachtegang. Dat als je inderdaad depressief bent en je moet iets slikken. Waar je al een slechte. Als je daar een slecht gevoel bij hebt. Want je weet dat je dit moet slikken omdat je depressief bent of je niet lekker voelt. Terwijl als je gewoon een joint draait, waar je helemaal niet, in ieder geval op dat moment, waarschijnlijk niet eens associeert met iets slechts of iets sombers, maar gewoon, draai een lekker jointje. Ga high worden. Inderdaad, ga lekkere smaken. Dat is eigenlijk zo'n dubbele krachtige werking. Ja, maar dat gezegd hebbende is er ook wel de kanttekening bij dat ik heb een psychose gehad en... je kan hier ook juist een psychose van krijgen. Dat is ook een... Ja, want dat was wel eigenlijk mijn volgende vraag. Want hoe zie jij dat inderdaad mensen zeggen van... Ja. Pas op, ga niet blowen, want juist daardoor is het een psychose krijgen sneller of makkelijker. Ja, en aan de andere kant, er valt ook wat voor te zeggen dat er onderzoeken zijn gedaan... waarbij cannabisgebruik op bipolaire een negatieve invloed hebben. Ja, dat kan. En bij mij is het gelukkig niet zo. Dus voor mij werkt het wel goed. Ja, precies. Dat neemt niet weg dat het niet voor iedereen hoeft te gelden. Ja, ik moet wel zeggen, ik zeg het allemaal heel... omdat ik even de advocaat van de duivel speelde. Maar ik weet in ieder geval wel dat bijvoorbeeld Thijs Roes... Mm-hmm. Zijn broer had ook psychoses. En hij... Nou, ik heb hier zelf ook wel over geschreven natuurlijk. En dan zie je dat... Wat als een trigger kan werken voor psychose, dat zijn heel veel andere dingen naast cannabis. Weet je, cannabis kan het zijn, maar wat ik altijd het idee heb, de sterkste trigger is slaapgebrek. Als je te weinig gaat slapen, dat geldt bipolair, maar dat geldt eigenlijk voor alle psychose gerelateerde dingen. Dat is echt een slechte invloed. En traumatische gebeurtenissen. Dat is eigenlijk ook logisch. Daar kan je je eens bij voorstellen als iets gebeurt dat je denkt, oh my god. Dus een echtscheiding of iemand die doodgaat of dat je je baan verliest na veel jaar, iets gewoon heftigs. Dan kan je dus in een psychose, dan zit je met een soort gevarenzone. Dus dat is een beetje, het is onzin om te ontkennen dat je door cannabisgebruik helemaal nooit een psychose kan krijgen. Dat het nooit als een trigger werkt, maar het is eigenlijk maar wel een heel klein deel van het verhaal. Zo kijk ik daar een beetje naar. Dat ben ik het volledig mee eens ook hoor, maar... Het is wel. Ik vind wel dat je er een kanttekening bij moet plaatsen als ik zo'n verhaal vertel. Ja. Het is niet voor iedereen. Het is super persoonlijk. Het is niet per se representatief of zo. Nee, maar het is wel. Kijk, als ze het zo kunnen bespreken met een eigen dokter of psycholoog. Ja, en die zin verbaast me dat in positieve zin. Dat jouw psychiater toch eigenlijk, al is het misschien na een tijdje pas, daarmee kon leven en dat niet veroordeelde of jou een foldertje van de verslavingszorg meegaf, zeg maar. Nee, dat hebben andere therapeuten wel geprobeerd, maar deze
En die heb ik vervolgens toen een probleem van gemaakt. Maar dat, dat terzijde. Dat is een ander verhaal. Ja, wat hier toch wel ook bij aansluit, in ieder geval wat mij betreft, de combinatie van gamen en blowen. Kijk, voor mij, ik ben een oude lul, ik ben 50. Wat ik gamen, het mooiste game vind ik de flipperkast. Kan ik ook nog wel inkomen, hoor. Oké, okay, nou ja, en dan de combinatie van lekker stoned zijn of lekker high zijn en flipperen. Dat, ja, dan ben je helemaal zeg maar in de zone als het goed gaat. Werkt het op een soort vergelijkbare manier voor jou met gamen of hoe zit dat precies? Jij doet blowen en de flipperkast en ik doe blowen en dan speel ik voetbal met een auto en een raket en ik kan vliegen. En dan in dat spelletje heb ik 2300 uur. Ja, dus ja. Dat is namelijk ook... Hoe ben je in godsnaam... Ben je ook gedacht van... Ik ga er gewoon een camera op zetten en mensen... Ik had sowieso... Ik vind gamen vond ik altijd al wel heel erg tof. En ik was ook altijd wel veel aan het gamen. Maar nooit heel veel meer ervan gedacht. Maar toen werd het corona. En toen mijn chauffeur... Die zei toen van... Joh, ga streamen. Of ik had de gedachte van... Oh, ik vind misschien streamen wel leuk. En toen zei hij van... Oké, dan hier, microfoon, dit. Oh, nice. Alles wat ik nodig had. En toen ben ik gaan streamen. En dat was leuk. Dus toen heb ik er veel uur in gestopt. Ook. Ja, is het lastig? Want ik heb ook wel eens over nagedacht. Van, je gaat zo meteen meemaken, toch? Ja, shit. Ja. En ook nog in het Engels. No problem, man. Nee, dat komt wel goed. Het is helemaal niet moeilijk. En die... ja, weet je, niemand, je bent niks verplicht aan niemand. Dus nee. dat is... Dat... Ja, je bent jezelf, dus je kan het ook nooit fout doen. Nee, ja, precies. Je moet alleen een beetje oppassen dat je, dat je geen hele gekke dingen doet waarvoor je geband kan worden. Maar je piemel laten zien is bijvoorbeeld geen goed idee. Nou, dat zijn dingen. Ja, oh ja, daar hadden we het al over. Ja, ik wilde je nog een keertje waarschuwen. Hij zei dat, ja, je kan niet je piemel denken. Godverdomme. Laat dat maar zitten. Dat was het eigenlijk voor mij om te doen. Ja. Ik dacht dat jij alleen maar toch jouw piemel laat zien. Ik wilde alleen mijn piemel in beeld, ja. Zeker. Stemmetje en dan erbij. Snolletje erbij. Hallo luisteraars. Hallo. Nee, gekheid of zo. Nee, maar wel. Maar ja, hoe is het nou? Twitch is gewoon oké met blowen en cannabis? Want nou, dat kan dus, Twitch is met alles oké wat oké is voor de... Voor de kijkers. Voor je plaatselijke... Hoe zeg je dat? Ah, voor je plaatselijke wetgeving. What the hell is Twitch? Twitch is een platform... Waarop dus... Voor de oudere mensen onder ons. Vooral mensen zitten die dus een spelletje spelen, een computerspelletje spelen... en dan kijken er mensen mee. Ah, oké. Okay. En dan heb je dus een chat en blablabla. Ik ken het van mijn kids. Ja, dus dat, ja, het is dat redelijk, is het is ook voor mij redelijk. Ik ken het van één keer, die zullen jullie dan allemaal wel kennen... maar ik had het idee dat hij eigenlijk voor altijd vooral aan het schreeuwen was. Keihard, ja, kan je het echt oprecht over half Twitch hebben. Dat kan jij volgens mij niet eens. Ik als er iets bepaalde dingen in een game gebeuren, dan kan ik wel eens schreeuwen. Oké. Uit frustratie dan? Of schrik? Omdat ik vind dat een gedachte heel erg moet overkomen. Oké. Nou ja, dat zeker. Ik schreeuw ook wel eens. Maar meestal is het vooral voor de meme, zeg je dan. Maar gewoon voor de lol. Ja. Over het algemeen word ik niet echt boos, maar wel echt geïrriteerd. Kijk, ik speel ook wel eens Warzone. Ja, dan gaat het niet in de koude kleren zitten, nee, zou ik zeggen. Maar dat is het dus. In spelletjes ga je onderuit. En dan, het moet natuurlijk ook een beetje frustrerend zijn. Dat is de content. Dat is waar de content om draait. Dat is leuk. Dus wat houdt het leuk dan voor jou? Ik kan alles doen wat ik wil. En ik kan... Ik praat met mensen van over de hele wereld. Dat is ook waarom ik in... Het zijn ook veel Nederlanders ook vooral. Maar ook iemand uit Zuid-Afrika. En iemand uit Algerije die daar in een emergency room werkt. En die dan volledig tegen cannabis is. Maar die loopt dan wel keihard te chillen bij ons. Leuk. Ja, dus dat zijn gewoon hele leuke interacties. En je hebt veel gesprekken over cannabis. Dat vind ik ook wel fijn. En belangrijk. Het staat me na, zeg maar. Nou ja, wat ik ook al zei, je hebt echt een hele goede radiostem. Dus, thanks. Maar heb je niet in het begin dat je dacht van... Damn, al die mensen die zitten kijken en
Maar je bent redelijk... Nee, dat, dat maakt me niet zoveel uit. Maakt je niet, ik vind dit spannender dan zo'n stream, hoor. Oké. Terwijl dit gewoon nog gewoon... we kunnen gewoon pauze zetten. We kunnen gewoon een half uur weggaan en weer aanzetten. En niemand die het weet. Nou ja, dat is waar. En dat is wel ook... daarom, kijk, zo'n livestream... Ja, dan zit ik gewoon in mijn neus te peuteren of zo, weet je wel. Dat zijn allemaal over die dingen. Moet ik ermee oppassen. Ja, dat kan gebeuren. Maar dat is, nogmaals, dat is weer de content. Dus zolang je je piemel niet laat zien, komt alles goed. Echt waar. Heel goed, ja, precies. Sorry, ik leg hem even, ik zal hem wel van tafel afhalen. gekheid of story. Nee, het is gewoon hartstikke leuk. En er zijn, je kan lekker kletsen met mensen. Het is ook echt niet heel druk of zo. En ja, dat houdt het voor mij interessant. En ik vind het leuk. Aandacht vind ik gewoon leuk. Maar ook dingen die ik dan kan doen. Ik doe ook wel eens fitness streams. Ik heb een cross trainer in mijn kamer staan. Dan ga ik op dat ding staan een half uur. Ik heb ook een keertje een stream van 134 uur gedaan. Aan één stuk ook nog gewoon slapen op stream en al dat soort onzin. Ja, het is helemaal gestoord. Maar... Slapen gewoon, je zet gewoon je camera aan. Je hebt een categorie op Twitch die heet I'm Only Sleeping. En dan daar lig je gewoon te slapen. En ik had dus mijn speakers had ik aanstaan. Het is een nummer van de Beatles, volgens mij. Kreeg ik alerts, die kreeg ik nog binnen. Er was een text-to-speech, dus als je dan een bepaald bedrag doneerde, dan werd er via mijn speakers een boodschap voorgelezen. Dat is uit de hand gelopen ook. Dus, ja, dat was wel kut. Kut? Maar, mensen kwamen erachter. Mensen weten vooral dat als je hebt zeg maar 500 tekens, maar een emoji is één teken. Alleen een emoji wordt volledig uitgesproken door die text-to-speech. Dus als je dan bijvoorbeeld dat poppetje met zo'n monocle, dat is een face with monocle. Maar daar kan je er dan 500 van posten. En dan hoor ik 500 keer face with monocle. Oh, en dat zijn dingen. Ik moet wel zeggen. Heb je ook al eens dat je in de supermarkt rondloopt en dat er iemand zo... Hey, ben jij niet gewoon Kriemeister de Joost? Nee hoor. Nee. Kan er komen. Dus wat niet is, dat weet je niet. Kan er komen. Ja. Maar nog even terug over Kriemeister. En ook gewoon in het feit dat we hier nou in een koffieshop zitten ook. Heb jij nou gewoon, nu jij toch redelijk daarmee bezig bent... Heb jij echt al een ultieme top 10 of top 5 of zo? Of mag je dat beroepsmatig, mag je geen voorkeur? Dat zijn je all-time favorite coffeeshops in Nederland. Ik moet natuurlijk objectief blijven. dat ben ik verschuldigd aan mijn naam. Oké. Je lips are totally sealed. Ja, daar kan ik geen uitspraken over doen. Ja, logisch ook alweer. Ja, wij doen het gewoon, toch? Wij moeten eigenlijk sowieso. Ook wat zijn jullie? Maar... Wat is jullie top 5? Top 5 is moeilijk. Okay, maar ik heb een hoop favorieten, kan ik wel zeggen. Noem eens 3. 3 goede fijne shops. Waar je elke luisteraar nu nog meer naartoe zou durven te sturen, dat ze zeker met een big smile naar buiten lopen. Als bij de Tourmaline de tuin open is. Maar ja, dat is denk ik misschien niet meer zo deze tijd van het jaar. Nou, zoals de dag van vandaag. Kijk wat voor een mooi zonnetje het was. Dan kan ik dat iedereen aanraden. Ja, maar ik heb nog onlangs, dit is eerder ter sprake gekomen, die Karen Mammo uit Malta, die ging naar Nijmegen. Dus ik zei, als je naar Nijmegen gaat, dan zou ik eventjes naar de Kronkel gaan. Dat is toch een epic coffeeshop. Lekker eten. Haardvuur, lekker eten. Mooie inrichting. DJ's hebben ze vaak. Pooltafels. Live muziek, pooltafel, de hele shit. Wij worden niet gesponsord. Nee, door totaal niet. Kronkel. Niemand betaalt ons voor deze shout-outs. Maar dan sowieso zijn best mogen doen. Als je naar Utrecht gaat, dan heb ik zelfs een dubbeltip. Dan zeg ik, ga sowieso naar het grasje. Jeroen Bos, de armste coffeeshop-ondernemer van Nederland. En altijd gezellig daar. En lage prijzen, natuurlijk. Vandaar. Maar veel mooier, esthetisch gezien, is natuurlijk de Blowboat heet daar in de volksmond. Maar inderdaad, Stichting Culture Boat, officieel. En die is prachtig. Daar moet je echt als Nederlandse consument en coffeeshop-liefhebber zeker één keer in je leven geweest zijn op die mooie boot, deinend op het water. Tegenover de oude gevangenis. Dat is zo mooi. Die is 150 jaar zijn die gebouwen gevangenis geweest. Simon Vinkoog heeft daar 6 weken vastgezeten voor 0,18 gram marihuana bezit. 0,18
0,18 gram. For real. Fucking hell. Zo weinig. In dat gebouw. Waar ook je dus een wereldrecord echt... volgens mij, of niet? Nee, toen was het best gebruikelijk. En de grap was, het was niet van hem, het was van zijn vriendin. Maar die was nog minderjarig, of zoiets. In ieder geval erg jong. Ja. Dus dat is dan toch... He took the rap. Ah, het verhaal is alleen maar... Hoezo, dat is toch een domme... Als je, zijn vriendin was minderjarig en het was haar wiet. Nou, minderjarig dat, weet ik eigenlijk niet eens. Maar zij krijgt dat toch niet zo'n hele erge straf, of vergis ik me? Nee, maar vaar zou meer scandaleu. Oh, fair zijn. Enough. Ja, oké. Okay. Zij was meer galant, als het ware. Ja. Zo ging in die tijd. Maar nog ja, goede coffeeshops in Amsterdam. Ja, jeetje. Tweede Kamer. Ja? Vind ik altijd toch wel een leuk, fijn shopje. Vlakbij het Spui. En wel goede shit. Niet goedkoop, maar... Turpse Army. Turpse Army, maar daar ben ik pas voor het eerst geweest. Daar ben ik heel benieuwd naar ook. Ja, en dat is wel als je... Nou, ja, als ik mijn top 3 zou zeggen, dan zou ik echt... heel simpel... komt precies zo door het land gekruist. Zo. Misschien ook zelfs een wijk 4. Nou ja, Lorenzo van Turps Army. Ja, ja. Dan in het midden Tilburg, Tourmalijn. En het zuide Club 69. Zeker weten. Altijd een plezier. Maar je gaat, je zou ook nog... trouwens, zonde. Want die is net opgegeven. New Balance. Ja, Zwolle. Heb ik goede coffeeshop. Alkmaar. Anytime. Ricardo, dikke shout-out. Net verbouwd ook. En supergoeie wiet. Nee, er zijn gelukkig nog... Er zijn nog echt toch veel goede coffeeshops, joh. Zeker. Van die 500. Ik hou in Leeuwarden ook erg van de Os. Hele grote coffeeshop, 2 verdiepingen. Echt nog zo'n beetje oldschool vibe voor oude lullen als ik zelf. En daar kan ik mensen ook altijd zonder problemen naartoe sturen. Nu we toch bezig zijn en het mooi combineert voor ook nog iets anders. Wij hebben nog een nieuwtje, wat dus niet in de nieuwsrubriek zat, maar we toch nog even willen melden. Wij willen de 50ste aflevering, dat is ons jubileum. Dat is zeker over, weten. Dat is over 2 afleveringen. Willen wij die gaan opnemen in The Grass Company in Tilburg. En die wil ik ook... Op de spoorlaan. Joost kent hem, die heeft er laatst nog een streampje gedaan, maar... Ja, we kunnen daar altijd heerlijk boven zitten. En ze hebben, want ik vind het een van de mooiste coffeeshops van eigenlijk van Nederland. Want ja, ze hebben, het lijkt een hele mooie Grand Café restaurant. En je kan daar ook gewoon lekker eten als in een restaurant. Ja. Ze hebben daar een fantastische kaart. En tussendoor gewoon roken. Die milkshake daar is fantastisch. Ook dat. Ja, ja, ze hadden mocktails. Dus alcoholvrije cocktails. Nou man. Die ook fantastisch zijn. Dus ik ben ook naar die shop met mijn vader geweest. Want ik wilde hem heel graag eens een keer een coffeeshop van binnen laten zien. Maar ja, mijn pa die rookt niet en die bloot niet. Maar ja, ik denk, hoe kan ik hem dan binnen in ieder geval wel naast zijn zin laten maken? Nou, bij de Grasshop Company kon je dan lekker eten. En dan is het gewoon fantastisch. Ja. Want hij had echt heerlijk gegeten en hij verbaasde zich... Hoe leuk de mensen om zich heen waren. Hoe normaal en goed het personeel was. En, dat hoe netjes helemaal... toch ook in feite. Ja, toen heb ik ook nog speciaal nog een joint. Ik kan daar dus ook gewoon een joint aan tafel bestellen. Hè. Dat is ook gewoon zo fantastisch. Er komt gewoon de serveerster met een jointje aangelopen. Is toch wel iets wat je normaal ook niet van een normaal restaurant verwacht. Maar... Nee, ik moet het wel zeggen, ik kijk ook enorm uit naar de stream. Want ik heb ook, ik had toevallig nog een, ik kwam een kweker tegen. La Chanvrière, die we toevallig... Wat gebeurt jou alleen? Dan loop je zo ergens op straat en boem! Oh, kom je opeens iemand tegen. Wow, een supergoeie kweker. Waar we een aantal afleveringen geleden hadden we die ook op bezoek. Of zijn we eigenlijk naar hem toe gegaan. Zeker weten. Maar hij is even bij mij op bezoek, dus heel toevallig had hij nog wat lekkers bij... De sunsets. En hij hoorde dat ik nog een stream ging doen. Hij zei, ik wil dat jij een joint voor me draait. Dus ik heb een joint voor hem gedraaid. Rolled by Rens. Met zijn lekkere sunsets. 100% erbij. Puur. Geen tabaksvervanger. Met nog speciale isolated hash. Fris kamellen uit Barcelona. Gemaakt door Pietro van Denk Grass Club. Een kleine shout-out naar hem, want dat is echt een... Hij verstaat het toch niet, maar... hij is wel echt een geweldige... Hij is wel goed bezig. Samen met Bobby van Lacalade zijn hun echt de beste harsmakers van Europa. Dus echt deze harsen ook echt... Die is gewoon doorzichtig. Is gewoon... Ik heb hem gezien, ja. Daar kun je gewoon doorheen kijken. Ja, ja, ja.
Nou, dan weet je goed dat je om te weten op dat je passen. Een chauffeur bij je hebt, Joost. Ja, dus die gaan we lekker roken. Ik ben heel benieuwd. Die voor tijdens de stream is die dan? Ja, ja. Denk ik dan. Zijn we lekker snel klaar. Ja, toch? Lekker, toch? Ik zeg, we gaan naar de oude doos. Het is ook weer tijd voor onze geschiedenisrubriek, de oude doos. En wat heb jij deze keer meegenomen, Dirk? Een klein boekje van Ed Rosenthal en Mel Frank. Simpelweg getiteld The Marijuana Grower's Guide. En de eerste editie daarvan verscheen al in 1974. En ja, grappig, het is nog geen 100 bladzijden met simpele, maar wel heel duidelijke illustraties van hoe kan je ook binnen wiet kweken. Maar nog heel rudimentair. Het is echt het begin van de wietrevolutie, kan je zeggen. Hoe kan je een plantje overpotten? Die dingetjes, dat heeft hij gewoon allemaal uitgetekend. Dat iedere idioot, die kan het begrijpen en die kan het nabouwen. Dus ik vind het echt een prachtig mooi souvenir van een tijd die toch voorbij is. En ik wil een klein stukje uit het voorwoord voorlezen. En dat heet dan ook forward. Leuke woordgrap natuurlijk in het Engels, weet je wel. In plaats van forward, forwards. En dat gaat als volgt in het Engels uiteraard. The use of marijuana has become so widespread that the government's repressive efforts, such as Operation Intercept, have resulted in almost total failure and contempt for the inept efforts by the rulers of a system which hears its death knell but does not understand the sounds. However, the economic system which makes marijuana seem like just another commodity rather than the sacrament that it should be, must be replaced. This book will help you make marijuana free. Free grass, free yourself, free the world. Kijk, dat is toch de spirit, hè? Ja, het is echt een heel mooi boekje gewoon. En interessant ook dat hij eigenlijk dan waarschuwt van, we moeten het ook niet zo maken dat wiet het precies hetzelfde is als een, weet ik veel, een blikje cola. Toch een sacrament, weet je wel, een heilig iets waar je met een bepaalde respect mee om moet gaan en niet 100% gecommercialiseerd. Dat is natuurlijk inmiddels in Amerika wel een beetje wat aan de hand is in de legale staten. Ja, maar het is interessant om te zien of dat in Europa echt anders zou kunnen gaan dan daar. Een tussenmodel. Hopelijk blijft het nog steeds leuk als het daar legaal is. Ja, precies. Dat is wel, hè. Dat is echt een dingetje. Ik zeg dankjewel, Dirk. En naar de reacties van luisteraars. En in deze rubriek kiezen we elke aflevering een reactie van een luisteraar. Die we belonen met een mooie prijs van de sponsor van de show. En dit is deze keer weer Biotaps. En daarnaast kreeg ik net nog op mijn schouder werd getikt door meneer Karma Genetics. Niemand minder dan. Vriend van de show. Vriend van de show. En die gaf me nog een pakje Acid Dog. Zijn nieuwe release, een nieuwe kruising. Die mogen we ook meegeven voor... Gooi we in de prijzenpot. Voor de huidige winnaar, want die is al bekend. Die reactie hebben we al gekozen. Ja, het was echt een bijzondere. En ik zal hem meteen voorlezen. Brrr, spanning. Oh, valt net mijn dingen weg. Hoi mannen, ik ben jullie podcast met veel plezier aan het luisteren en ik heb een vraag voor jullie. Kijk, dat denken we, dat horen we graag, daar zitten we klaar voor. Ik ben zelf niet zo thuis in het hele wereldje, maar het leek me leuk om zelf eens een paar plantjes in de moestuin te zetten en te kijken wat daar uit zou komen. Nu zijn het bijna bomen geworden en heb ik veel meer wiet dan ik zelf gebruik, ongeveer een kilo. Dus ik vroeg me af wat ik hiermee kan doen. Mijn vrienden zijn uiteraard al goed voorzien. Kan ik toevallig naar een coffeeshop gaan en vragen of dat ze mijn wiet willen kopen? Of is hier een speciale aanpak voor of iets dergelijks? Ik hoor het graag. Met vriendelijke groeten, Myrthe. Nou echt, deze mail echt serieus, echt geniaal. Ik moest ook zeggen, bij elke zin dacht ik dat het anders af zou lopen.
Weet je wel. In het begin dacht ik van, ik heb een paar zaadjes in de moestuin. Hoe werkt zoiets? Precies. Maar dat nou, uiteindelijk heeft ze ook nog, hè, en dan gaat het van, hoe moet ik oogsten? Maar dat is ook gelukt. Nou, hoe moet ik het roken? Maar ze heeft het gewoon liggen. Het is echt iemand met groene vingers. Laten we dat voorop stellen. Die dus deze podcast luistert. En ik moet zeggen, ik vind het echt een briljant mailtje. Alleen ik denk... Maar wat zou je antwoorden? Wat is jouw goede raad, Rens? Mijn goede raad voor Myrthe, zou ik zeggen. Ten eerste, stuur dit nooit naar een podcast op. Dat je een kilo wiet hebt gekweekt. Dat ten eerste. Maar ondanks dat het heel anoniem is en neutraal, kan ik het toch best beantwoorden. Mijn advies is, als je een kilo hartstikke mooie thuisgeteelde of buitengekweekte wiet hebt, en je denkt van, ik zou het heel graag willen verkopen. Nou, dan zou ik jou kunnen zeggen, doe een klein topje in een zakje, een plastic zakje die je vorige keer in een koffieshop hebt gehaald. Doe daar een tipje bij met je naam en je telefoonnummer. En misschien ook nog wat je ervoor zou hebben en wat het is. En gooi het af bij je dichtstbijzijnde koffieshop waarvan jij denkt, die zou dat kunnen waarderen. En wie weet krijg je telefoontje terug en gebeuren dingen, bijzondere dingen. Tenminste, dat je zou... Je kan het niet uitsluiten. Je kan het niet uitsluiten. Ik zou oprecht, als ik hazen zijn, zou ik... ik weet ook niet wat voor kwaliteit het is. Ik zou het zelf oproken. Ik zou het invriezen. Dat zou ik doen. Ik zou er hars van maken. Er zijn veel mogelijkheden. Maar ja, van een kilo wiet kun je veel plezier hebben. Ik zou het wel goed verstoppen. Ik zou het ook goed verstoppen. Ik zou het... En droog en donker bewaren. Nee, alle gekheid op een stokje. Ik vind het in ieder geval knap dat ze een kilo wiet van de buitenwiet hebben gehaald. Ik hoop dat het van ultieme kwaliteit is. En ik hoop dat ze meedoet met de Homegrown Cup. Die binnenkort de En ik opening, vind dat ze sowieso het prijzenpakket ja, die krijgt verdiend. Want ik wou zeggen, want als zij een kilo wiet van een moestuintje kan halen, dan ben ik benieuwd wat ze van deze zaden kan halen. Met in combinatie met spulletjes van Biotops. Nou, dat wordt smullen. Spektakelsmullen. Als het weer is gelukt, hoop ik dat ze de crew van de Hightea Podcast ook iets te proeven valt. Dat sturen zou mooi zijn. We zorgen dat zij het prijzenpakket thuisgestuurd Ja, top. Dankjewel. En ook voor alle luisteraars, heb je nog een leuk verhaal, leuke vraag, leuke suggestie of iets anders, stuur hem in naar info@hightea.podcast. Met een podcast met een t.nl of onder onze socials of weet ik veel. Trek maar aan mijn ma. Oké, Derek, dan gaan we naar de laatste rubriek van vandaag. De wijze woorden. Wijze woorden. Ja, ik heb goed moeten zoeken. Ik dacht, we zitten in Maastricht vandaag. Hè? Dus... Wat beter dan wijze woorden van Gert Leers, CDA-corrivee en burgemeester van Maastricht tussen 2002 en 2010, uit mijn hoofd. Het is een vrij lang citaat, maar zeker in het licht van wat je tegenwoordig vaak op radio, televisie, internet en krant hoort, leest over de bestuurscultuur en het vertrouwen van de burger in de politiek, vond ik dit extra markant eigenlijk. Gert Leers zei het in een interview met de Volkskrant van 4 februari 2010. Dus alweer ruim 11 jaar geleden. Als Kamerleden hun hart en hun verstand zouden volgen, was er morgen een meerderheid voor cannabisregulering. En zou overmorgen de eerste dag zijn van een lange, dat wel, tocht om Europa te overtuigen. Geen onmogelijke tocht. Zie bijvoorbeeld het gedoogbeleid in Vlaanderen en Tsjechië. We zijn niet de enige. Het zou bovendien niet de eerste keer zijn dat Nederland gidsland wordt in dossiers waar iedereen liever over zwijgt, maar de meerderheid uiteindelijk overtuigd raakt van de wetenschap dat goed regelen minder schade berokkent dan stiekem gedogen of zinloos bestrijden. Weten dat het gezonder kan, weten dat het veiliger kan, maar het toch niet doen omdat het slecht uit te leggen is aan de kiezer, dat is hypocriet. Dat is laf. Het lijkt op de korte termijn de kiezer te behagen, maar het draagt op de lange termijn weer een steentje bij aan het failliet van het politieke gezag.
11 jaar geleden al. Amen. Amen, ja. En dat voor een CDA. Hè? Die was tijd ver vooruit. Ja. CDA toch weer. Ja, nou ja, dat is typisch. Dat zie je bij die partij. Maar het lijkt alsof de zeer conservatieve, repressieve mensen... Toch bij de liberalen zitten. Nou ja, die partij, die dat hebben ze overgenomen, zeg maar. De leuke katholieke types, hè? Ja. Die wat pragmatischer zijn. Die hebben het onderspit gedolven bij het CDA. Maar ja, ze hebben ook, wat is het nog in de peilingen? 3 zetels, 4 misschien. Het wordt een soort splinter. Christelijke splinter. Ja. In ieder geval, dankjewel Dirk voor deze mooie wijze woorden. Hiermee zijn we ook inderdaad aan het einde gekomen van aflevering 48 van de High Tea Podcast met Dirk Herrens. Ik wil heel veel dank geven en sturen aan de Club 69 uit Maastricht. Waarvan wij hier mochten zitten en opnemen met allerlei lekkere dingetjes om ons heen. Ik wil ook natuurlijk onze gast Greenmeister Joost bedanken voor het komen naar Maastricht en voor je aanwezigheid. Graag gedaan man, ik vond het heel leuk om te doen. En natuurlijk, zoals altijd, dank aan onze eigen Simon voor het verzorgen van de techniek. En dank aan de sponsor van deze aflevering en dat is Biotaps. Organische plantenvoeding voor thuiskwekers verkrijgbaar op www.biotaps.nl. En vergeet niet een luisteraarsreactie te mailen of achter te laten in de comments. Abonneer je op onze show. En tot de volgende aflevering. Houdoe. Houdoe.